En bij ons de bedrijfsleidster van Brownies & Donies, Angelique van Stippend. Angelique, wat een prachtige tuin zeg. Ja, dankjewel. We hebben er ook heel hard voor gewerkt om deze mooie binnentuin voor ons en voor de medewerkers en natuurlijk ook voor de mensen van Wijchen in zo'n korte tijd klaar te krijgen. Ja, hoe gaat het eigenlijk met de Brownies & Donies 4 maanden zo na de opening? Ja, het gaat gewoon echt super. We hadden het eigenlijk niet verwacht dat het zo'n drukte zou zijn. De eerste 2 maanden verwacht je er eigenlijk wel. En daarna heb je zoiets van, nou, dan zal het wel iets rustiger worden. Maar daar hebben wij dus echt niet over te klagen. Leuk zeg. En er was er nog iets speciaals wat je wilde vermelden, hè? Ja, we zijn vanaf 1 juni zijn we 7 dagen per week open. En de donderdag, de vrijdag en de zaterdagavond is de keuken tot 9 uur geopend. En het verblijf zelf is tot 11 uur geopend. Dus je kunt ook lekker dineren hier. En wie wil er nu eigenlijk niet door iemand met een beperking geholpen worden? Ja, onze medewerkers doen het eigenlijk super. Ze groeien elke dag en ze zijn zo enthousiast. En ze vinden het gewoon leuk om echt in de bediening te staan en ons achter de bar te helpen.